ga eerst vertellen hoe we de zaak hier behandelen. Dat is de normale gang van zaken. Ik stel vast dat u bent meneer Meijer, dat u een wraakingsverzoek heeft. Dat klopt, hè? We hebben gelezen wat er gebeurd is. Er is een zitting geweest op de 29e juni bij de kantonrechter en die heeft dat proces verbaal opgemaakt. En daaruit blijkt dat u op die zitting gewraakt heeft in verband met vooringenomenheid. Hij heeft een reden voor opgegeven. Zo staat dat is een van de redenen. Ja. Voor de zitting was begonnen, werd getuige Donkers door een pakketpolitie aangesproken. Er vond kort een woordenwisseling plaats, waarna getuige Donkers opstond en tot verdachte zijn verbazing de zittingzaal binnentrad. Zeer aannemelijk is dat de getuige Donkers op verzoek van rechter Kastijn en officier van justitie Straten naar binnen is geroepen, nog voordat de rechtszitting aanvang had genomen. Met de verdachte en theonoom raadsheer. En nooit en te nimmer was begonnen. De veerder en de drie getuigen hebben dit waargenomen voor de ingangsdeur van de rechtszaal op de begane grond waar de zitting van rechter Kastijn is gehouden om 9:30. Uw hoofdcommunicatie, Nicole Reijnen, die verantwoordelijk is voor de pers, was hier ook getuige van. En ging tijdens de aanwezigheid van de getuige Donkers ook naar binnen om bij rechter Kastijn toestemming te vragen voor het maken van beeldopnames in de rechtszaal door de objectieve media. En constateert heeft dat getuige Donkers voor de aanvang van de kantonrechtszitting met rechter Kastijn, officier van de justitiestraten en G4 zeer aannemelijk over de inhoud van de stadszaak heeft kunnen spreken. Circa 5 à 10 minuten lang, zonder dat daarbij de verdachte en TNM raadsheer die van op de hoogte zijn gesteld of dat deze aanwezig waren in de rechtszaal. In ieder geval was er voor getuige Donkers tijd genoeg om over de inhoud van de zaak te kunnen praten. De stadszaak niet meer als betrouwbaar kan worden aangemerkt en onherstelbaar schade heeft opgelopen bij de verdachte. Het verhoor van de getuige zonder de aanwezigheid van alle procespartijen, waaronder de verdachte en TNM raadsheer, is ten alle tijde de strengste verboden wegens de schijn van vooringenomenheid bij rechter Kastijn. En bij de officier van justitie Straten medeplichtigheid aan belangenconflict. Rechter Kastijn heeft de verdachte zijn kans ontnomen om politie Donkers te kunnen kruisboren als getuige, waardoor meerdere grondrechten waren ontnomen en tevens geschonden bij de verdachte. Waaronder artikel 3 van artikel 6 EVM gelijke kansen het recht op een eerlijk proces en rechtsgang te krijgen. Waardoor de schijn van partijdigheid van rechter Kastijn en officier van justitie is ontstaan. Rechter doet niet aan waarheidsvinding, stelt geen vraag over het schriftelijk bevel. 5. Het politierapport onder ambtsede is valselijk opgemaakt, gekenmerkt als mijneend. Op herhaling de vraag van Theo Raadsheer gericht aan officier van justitie Straten om zijn bewijslast te tonen die afkomstig zou zijn van burgemeester Jozef van Aartsen, het demonstratieverbod en bewijs van schuld, komt geen enkel antwoord terug van de officier van Justitiestraten. Dit komt omdat geen enkel bewijsmateriaal bestaat bij de officier van Justitiestraten. Rechter Kastijn had hierbij eigenlijk moeten ingrijpen om de officier van justitie te dwingen om met bewijslast te komen. Maar rechter Kastijn heeft dit bewust nagelaten, waardoor vooringenomenheid is ontstaan door de rechter. Rechter Kastijn en officier van Justitie Straten zijn voorbijgegaan aan ambtelijke misdrijven die vermoedelijk gepleegd zijn door het politiebureau Jan Hendrikstraat in Den Haag. Die ook wel gekenmerkt staat als creatief gaan op het uitvoeren en handhaven van de politiewet, zoals die niet staat beschreven in de wet voor strafvordering. Wat ook aangeeft dat het politierapport onambtsleden niet op waarheid is opgemaakt, maar gebaseerd is op het wetboek van strafvordering artikel 207, gekenmerkt als mijneed. Helaas is niets onmogelijk als het gaat om de afscheidsreceptie van de heer Demmick. Nu heeft u een brief erbij gekregen. Deze brief? Ja, die. En er zit hier een handtekening op van mij. Van de heer Meijer. En van de heer Meijer. En ik heb nu een tweevoud. En dat is misschien een beetje nieuw, maar wat wij u duidelijk willen maken is wie wij zijn en waar wij voor staan en gaan. En dat is voor de ingeboren universele menselijke waarde. Want welke functie u ook zit of welke functie wij ook zitten, we zijn als mens tegenover elkaar verplicht om
menswaardig met elkaar om te gaan. Nou, wij verklaren allebei dat u dat van ons mag verwachten en waarom. Hè? Dus dat al onze handelingen te koppelen zijn aan, nou, hier staat het, handelingen staan in het licht van liefde, vrede, juist gedrag, waarheid en geweldloosheid. Los van welke baas boven ons zou staan op het mensengebied, daar kunnen we ons niet op beroepen. We beroepen ons in eerste instantie op de universele menselijke waarde. Nou, verder zijn we hier al dat verhaal van de heer Donkers, dat is heel treffend. Hoe kun je nou nog een eerlijke rechtspraak verwachten als je en niet vast mag leggen wat er gebeurt op de camera? U bent zo grootmoedig en u houdt zich aan de wetgevingen, dat u daar geen bezwaar tegen hebt. Het is een vervelende positie voor u ook om uw collega te moeten afvallen of te berispen. Het is niet nodig als we gewoon transparante rechtsgang kunnen hebben, controleerbaar met de moderne middelen van deze tijd. Dat is de zaak, dat is waar we hier voor staan. Ja. We willen die zaak best doen hier, maar wel met de veiligheid en beveiliging van controleerbaarheid, transparantie. En dat deze rechter, dat weigert en bovendien zo'n rare frats heeft uitgehaald door de heer Donkers van tevoren binnen te laten. En wij hadden een vraagje gesteld. We hadden willen vragen van wie heeft u de opdracht gekregen om de demonstranten te verwijderen? Want het kan best zijn dat die meneer dat uit zichzelf heeft bedacht of ingefluisterd heeft gekregen. Meneer heeft nagezocht dat er geen demonstratiebevel was, dat er geen schriftelijke opdracht van de burgemeester is gekomen. In het politieverhaal van de officier is niet staan dat het er wel is. Vragen die officier ernaar. Er is nee hoor, dat heb ik toch al gezegd. Ik zeg nee, we willen het zien. Zwart op wit. Waar is dat schriftelijke spoor? Wie heeft dat bevel gegeven? Dat hoort er te zijn. Nou, ik denk dat u duidelijk erin gezet heeft. Zijn er ook vragen? Zijn er nog meer misschien? Nee. Nou, meneer Meijer, gewoon zo over nadenken. En, over 2 weken. Doen wij uit de 2 weken krijgt u een beslissing op het zwaar. De rechtszaak is afgelopen? Ja, ik heb de rechter gevraagd, Kastijn. En vandaag was de varkenskamer. En ik heb een brief voorgelezen wat er aan de hand was. Want wat er ook gebeurd was, dat de Donkers van tevoren naar binnen ging voordat de rechtszaak was begonnen. Dat vond ik een beetje bizar te noemen. Dus dat vond ik voor ingenomenheid van de rechter. Dus ik heb haar dus gevraagd, de Kastijn. En vandaag was de zaak voorgekomen. Ik heb ook een brief opgesteld wat er aan de hand was. En over 2 weken heb ik nu uitslag. Hey, ben jij ook hier? Dat was leuk. Ik mocht mee. Jij mocht mee. Heb jij nog wat toe te voegen? Ja, we hebben ook wat toegevoegd. We hebben, behalve dat Mark een goed inhoudelijk verweer heeft gegeven, hebben we de rechters een eigen verklaring van toerekeningsvatbaarheid gegeven, gebaseerd op de universele menselijke waarde. Zowel Mark als ik hebben die zelf getekend en gezegd tegen die rechters van, kijk, welke functie u ook vervult of ik, dat maakt niet uit. Wat uitmaakt is dat wij menswaardig met elkaar omgaan. En wij verklaren dat wij ons aan de 5 ingeboren menselijke waarden houden. Dat doen we hier zwart op wit. En we vragen u een soortgelijke verklaring te lezen en te ondertekenen. En die hebben ze ingenomen. Dan gaan we kijken of ze dat terugsturen. Ze zeggen, oh, moeten we die terugsturen? Dat zou fijn zijn. We gaan het ontdekken. Maar sowieso hebben we hem op de kaart gezet. Dus of je nou bij een rechtbank of waar dan ook zit, in een contact of in een contract met een andere medemens, door wie die ook aangestuurd wordt, op het moment dat je dit tekent, kun je die ander houden en die ander kan jou houden of mij houden aan aan die uitgangspunten zoals liefde, vrede, juist gedrag, geweldloosheid en waarheid. En dan heb je geen excuus meer om je te verschuilen achter een andere baas. We maken een inzichtelijk verhaal en we creëren een nieuwe stap, zoals die eigen verklaring voor de universele menselijke waarde. Mark deed prima. Maar even over de rechtszaak zelf. Dat ging toch over. Dit was de wrakingzaak, had ik begrepen. Maar de rechtszaak zelf ging toch over het creatief gaan van justitie? Ja, de arrestatie? Het begon op 31 oktober 2012. En toen gingen we dus naar de Binnenhof. Of tenminste, ik ging naar de Binnenhof toe. Toen was er dus. We hadden daar gefilmd op het Binnenhof. Ja? Als individu. Toen was er een feestje aan de gang van Joris Demmink.
ja, later werden we dus ja, opgepakt onder valse voorwenselen. Want we zouden volgens de politie gedemonstreerd hebben, terwijl dat helemaal niet het geval was. Oké. Er was nergens een bord te bekennen. Er was geen reden dat mensen op zouden worden gepakt. Er was geen verstoring van de openbare orde aanwezig. Maar wie heeft dat bevel gegeven dan? Er werd gezegd dat het afkomstig zou zijn van burgemeester en wethouder Jozef van Aartsen. Dat hij dat had gezegd. Maar okay. Ik heb dus achterhaald dat het dus niet het geval was. Ja. En van wie dan het bevel gekomen is, dat weten we nog niet. Ja, het kan ook zijn dat politie zelf uit zichzelf die demonstranten weg heeft gehaald. Maar wat ze verkeerd hebben gedaan is dat ze hebben gezegd dat ze het bevel hebben gekregen van de burgemeester. Ja, het is dus niet de eerste keer, hè? Want ik kan me heel goed herinneren dat ik zelf met Mika Kat, Erik ook opgepakt ben door justitie onder het bevel van de burgemeester. Wat dus uiteindelijk helemaal niet zo was. Nee, het is heel belangrijk dat je dus ten alle tijde opvraagt of dat klopt. Ja. Want meestal gaan ze, ja, wat je dus ziet, creatief op het handhaven en uitvoeren van de wet.